Hoe voorkomen we dat we in de toekomst nog langer in de file staan? Dit is de Universiteit van Nederland. Iedere dag, zo rond 12 uur of iets later, ga ik naar de bedrijfskantine voor een broodje kaas. En iedere dag wacht ik in een rij om af te rekenen, zeg 5 minuten. Iedere dag 5 minuten, dat is toch al snel 2 uur per maand. En een volle dag per jaar ben ik kwijt aan een broodje kaas, het wachten op een broodje kaas. Als ik een lang werkzaam leven heb, dan ga ik dus in mijn leven ruim langer, veel meer dan een maand wachten op een broodje kaas. We wachten ontzettend veel in ons leven. Ik ben eens wat verder gaan rekenen. En dan vrees ik dat ik in mijn leven ongeveer een half jaar voor het stoplicht zal wachten. En ook een heel aantal maanden überhaupt in files, in het verkeer. En je wacht op afspraken in de supermarkt, in een pretpark. Er zijn heel veel momenten waarop je wacht. Tel ik dat alles bij elkaar op, dan kom ik voor mijzelf althans op 3,2 jaar van mijn leven uit. 3,2 jaar kwijt. Kwijt aan wachten. En we gaan daar vrij lichtzinnig mee om. Het is iets wat we accepteren. Het is wel zo, en ik wil daar een vraag aan jullie stellen. Het is wel zo dat veel van ons het gevoel hebben pech te hebben. Net wanneer jij naar de supermarkt gaat, is die grote wachtrij daar. Of net wanneer jij de auto neemt en je rijdt de hoek om, staat daar die file. Wie heeft het gevoel bij wachten wel eens pech te hebben? Bijna iedereen, hè? Dus het is pech. Of is er iets meer aan de hand? En als wiskundige wil je graag weten of dit dus echt pech is, of dat we dat kunnen verklaren. En we kunnen dat verklaren. Dat is een voorbeeld waar ik mee wil beginnen. Het is een heel bekend voorbeeld in mijn vakgebied, waarbij we zeggen, probeer de bus te nemen. En die bus, daarvan weet je dat die 3 keer per uur zal komen. Kijk niet op je klok. Loop op een willekeurig moment naar de bushalte. Hoe lang zul je nu moeten wachten? Misschien weet iemand het antwoord al. Ik hoor 10 minuten in de zaal. En dat is inderdaad het antwoord wat je bijna meteen zou geven. Die intervallen tussen twee bussen, die zijn 20 minuten lang. Ergens in zo'n interval kom jij bij die bushalte. Dus ja, hoe lang zul je wachten? De helft van het interval, 10 minuten. Het antwoord is altijd langer dan 10 minuten. En waarom is dat nou zo? Die bus die komt nooit precies op tijd. Hij komt weliswaar 3 keer per uur, maar de ene keer is die bus wat sneller en de andere keer is hij wat langzamer. Dus zegt dat hij, gaan we naar het volgende plaatje, zegt dat hij 1 keer na 10 minuten komt en 1 keer na 30 minuten, maar nog steeds 3 keer per uur. En jij loopt zonder op die klok te kijken naar die bushalte. Dan is de kans dat jij, en nu gaat het alleen om 1 persoon, dat jij in dat grote interval van 30 minuten aankomt, die kans is 3 keer zo groot dan dat je in dat kleine interval van 10 minuten aankomt. Dus pech? Nee, het is geen pech. Als je accepteert dat bussen niet precies op tijd rijden, is de kans altijd groter dat je in een ongunstig interval aankomt. En we gaan met z'n allen naar de bus. Dus dat betekent dat de mensen die kunnen profiteren van een klein interval, dat zijn er maar relatief weinig. En de mensen die in een groot interval arriveren, dat zijn er heel veel, dat zijn de meesten, die hebben dus pech. Dus dat is interessant. En als je door die bril, dus die wat wiskundige bril, naar wachten gaat kijken, dan zie je deze paradox, zo noemen we dat, deze paradox zie je bijna overal. Als ik op het idee kom om boodschappen te gaan doen in de supermarkt op zaterdag, dan hebben blijkbaar meer mensen dat idee. En sta je in een rij, terwijl die supermarkt op maandag vrijwel leeg is. Nou, dat weten we wel, maar van die lege supermarkt profiteert bijna niemand. En van die volle supermarkt, die drukke supermarkt op zaterdag, daar hebben wij allemaal last van. We zitten elkaar in de weg. Het verkeer, precies hetzelfde verhaal. We pakken bijna allemaal om 8 uur 's ochtends de auto om naar het werk te gaan. Ja, natuurlijk komen we in die file. Dat weten we ook wel. Maar wanneer de snelwegen minder druk zijn, dan profiteert daar bijna niemand van. Dus dat zie je. En de conclusie is dus dat we helemaal geen pech hebben dat we dit kunnen zien aankomen.
Maar dat maakt het niet minder erg. Er is nog een fascinerend aspect, en dat is het tweede wat ik wil bespreken aan wachten. En dat is dat wij wachten onderschatten. Dus wij hebben als mens de neiging om welk systeem we ook hebben, om dat volledig te benutten. Dus denk aan het verkeersnetwerk. Dan proberen we daar zoveel mogelijk auto's overheen te sturen. Zoveel mogelijk kilometers te maken met z'n allen. En wat we dus onderschatten is wat er gebeurt als een systeem kritiek dreigt te worden. Als de druk op het systeem heel groot wordt. En dat wil ik laten zien. Een heel goed voorbeeld daarvan zien we hier. Dat is... Dat betreft het verkeersnetwerk. Dit komt uit een recent rapport van Rijkswaterstaat. En hierin zie je hoeveel kilometers wij met elkaar per jaar, miljarden kilometers, rijden over het wegennet. En we zien het jaar 2000, 2015, en een lineaire toename. Dus een voorspelbaar gedrag. We gaan gewoon met elkaar steeds iets meer rijden. En toch is in datzelfde rapport bekendgemaakt dat in 2020 wij allemaal bijna 50% langer zullen wachten in het verkeer. En dat is ontzettend zonde. En blijkbaar hebben we dat probleem dus onderschat. Nou, in de wiskunde maken we modellen van wachten. En heel belangrijk bij zo'n wiskundig model van wachten is dat je de vraag van een systeem afstemt op de capaciteit. En daarvoor wil ik jullie uitleggen wat wij bedoelen met bezettingsgraad. Wie kent hier het begrip bezettingsgraad? Vrij veel mensen. Nou, laat ik in ieder geval vertellen wat ik ermee bedoel. We hebben hier vanavond 200 stoelen. En stel nu voor dat er 150 kaartjes verkocht waren. Dus 150 van de 200 stoelen waren bezet. Dan is de bezettingsgraad 150 gedeeld door 200 is 75%. Nou, gelukkig zijn alle stoelen bezet. Dus daar ben ik blij mee. De bezettingsgraad vanavond is hier 100%. En normaal gesproken zou dat heel gevaarlijk zijn. Daarvoor wil ik jullie deze formule laten zien. Die formule geeft aan dat de problemen die je moet verwachten in het verkeer of in de supermarkt toenemen als de bezetting of de bezettingsgraad ook toeneemt. Wat je ziet is als de bezettingsgraad naar 100% gaat, dat we aan de rechterkant van de formule gaan delen door een heel klein getal en daardoor worden het problemen heel erg groot. Nou, daar ga ik niet langer aan rekenen. Ik heb daar een kleine animatie van gemaakt. Dus dit is die formule en we voeren de bezettingsgraad, de druk op het systeem, op. Bij 50% bezetting zijn er geen problemen. Bij 90% bezetting zijn er al best wel wat problemen. Maar als we het dan verhogen naar 95%, dan worden de problemen twee keer zo groot. En zoeken we de grens van het haalbare op, het maximaal haalbare, gaan we naar die 100%, dan schieten we naar oneindig. En krijgen we dus oneindig veel problemen. Hele lange files, hele volle supermarkten. En ieder netwerk, zeker in het verkeer, kent bottlenecks. Punten in het netwerk waar de meeste auto's samenkomen. En daar gaat het dus heel erg fout. En dat heb ik ook uitgelegd voor jullie op het krijtbord. Dit filmpje gaat over bottlenecks. En ik pak een leuk voorbeeld, pretparken. De nieuwste attractie trekt de meeste mensen. Er komt een nieuwe attractie bij, dat wordt weer de meest populaire attractie. Er komt een super attractie en alle mensen gaan daar naartoe. Ze zijn ontzettend blij, leuke dag uit en maken ook selfies. Sturen die de cloud in, naar datacenters, heel veel data in de lucht. Die datacenters gaan energie verspillen. Zoveel energie dat de stekker eruit gaat en het pretpark tot stilstand komt. Ja, je kunt gewoon je gedachten de vrije loop laten natuurlijk als je achter het krijtbord gaat staan. Dat is ook hier wat hier gebeurd is. Maar er zit wel een serieuze boodschap in. Want wat ik wil proberen in dit college is jullie te laten zien dat problemen in het verkeer met auto's op het wegennet grote problemen zijn. En we kunnen daar wel oplossingen voor aandragen. Maar wat we niet beseffen is dat boven ons in de lucht, in de cloud, in datacenters, dat zich daar een veel groter probleem aan het voltrekken is. Wij sturen zoveel data de lucht in. En ga ook je eigen gedrag maar na. Je bent video's aan het streamen en heel veel data naar je toe aan het trekken en aan het verzenden. Al die data moet verwerkt worden. En om dat nu eens goed binnen te laten komen, heb ik 6 real-time tellers in de aanbieding. Dit is wat er op dit moment, vandaag, maar ook terwijl we hier praten, gegenereerd wordt aan data. Linksboven zien we het aantal e-mails. Dat is op dit moment al 144 miljard en dat zal stijgen. Alleen vandaag. Hè?
Ook een boosdoener is in het midden, onderste rij, het aantal video's dat we streamen. En dat is heel veel data. Dat zijn er nu al, en de dag duurt nog even, dat zijn er nu al 6,4 miljard. En om dat filmpje nog wat te duiden, heb ik ook een teller opgenomen rechtsonder, waar laat zien hoe ongelooflijk veel elektriciteit wij dus inmiddels al verbruiken met het versturen van data. Iets wat toch heel onschuldig lijkt. Dus dit wordt een heel groot probleem. Terug naar de vraag van het college. Staan we in de toekomst nog in de file? Helaas wel. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn, maar we kunnen er wel iets aan doen. Als we kijken naar het verkeersnetwerk, dus onze auto's die over het verkeersnetwerk moeten, dan moeten we zorgen dat we de bottlenecks detecteren en daarvan de 100% wegblijven. We kunnen dus meer wegen bouwen, maar we kunnen ook minder rijden of slimmere dingen doen. Waarom gaan we allemaal op hetzelfde moment de weg op? Of waarom weten we waar iedere auto op ieder moment van de dag is en zorgen we niet dat er betere patronen worden gevormd. Dus er is heel veel te doen om het verkeersnetwerk beter te maken. Trekken we die parallel, en dat vind ik leuk, met het dataverkeer, waar dus niet een auto over een netwerk gaat, maar een datapakketje, een e-mail die vanuit hier naar Amerika wordt verstuurd, dan is het van een hele andere orde. Dus ook daar moeten we natuurlijk zorgen dat we van die 100% bezettingsgraad afblijven. Maar als al die tellers maar door blijven gaan, en als we nu al weten dat we in 2020 10 keer zoveel draadloos zullen versturen en ook 10 keer zoveel data zullen genereren als mensen, dan kunnen we niet alleen die capaciteit vergroten, dan moeten we ook slimmere dingen doen. We hebben nieuwe technologieën nodig om sneller data te kunnen versturen. Ja, of we moeten stoppen met al die data verzenden, maar dat zal niet zo snel gebeuren. Dus die technologieën zijn heel interessant en ik kom heel graag nog een keer terug om daar een aantal colleges over te geven. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht.